Is de tik van afgelopen weekend verwerkt hier in Dordrecht, Ilias? Ja, ik denk het wel. Ja. We zijn allemaal gericht op aankomende zaterdag. Daar kunnen we nog wat aan doen. Voor afgelopen zaterdag is gebeurd, kun je niks meer aan doen. Maar het was wel een harde tik, maar ja, die moet je ook verwerken. Ja, en niet voor het eerst. Hè. Stel die tegengoals in blessure, dat telde niet mee. Dan hadden we hier heel anders gestaan. We hadden misschien Champions League gespeeld, denk ik. Nee, maar dat, niet zo gek, maar dan hadden we misschien 4 of 5 punten meer gehad. Maar het is niet zo en dat moeten we bij onszelf te raden gaan, denk ik. Ja. 7 punten. Heracles, NAC komen er in de komende weken ook nog aan. Maar is het al noodzakelijk om inderdaad in Tilburg punten te pakken voordat je aan die reeks begint? Ja, ik denk dat je vanaf nu elke wedstrijd punten moet pakken, denk ik. En dat is ook mogelijk, denk ik. En dan, natuurlijk moet je ook in die wedstrijd tegen Heracles en NAC het laten zien. Maar daarvoor zijn alle punten zijn mooi meegenomen. Dus je kan niet zeggen van we gaan bij Willem 2 uit om te verliezen. En zodat we tegen NAC of Heracles kunnen winnen. Ik denk dat elke punt die we nu kunnen meepakken, dat gewoon heel erg belangrijk is in onze situatie. Vorig seizoen was dat een heel pikante wedstrijd daar in Tilburg. Hè? Allebei nog in de eerste divisie. Verrast het jou, als je even teruggaat naar die avond, hoe ver Willem 2 inmiddels is? Ja, ze hebben een paar goede aankopen gedaan, vind ik. En het is bijna hetzelfde team als vorig jaar. Maar ja, ik denk dat we met ons team ook op die plaats hadden kunnen staan. Maar goed, het is niet zo gelopen. En nu moeten we gewoon alles aan doen om erin te kunnen blijven. Geeft die wedstrijd van afgelopen weekend ergens ook wel vertrouwen inderdaad dat je die punten kunt gaan pakken? Ja, zeker weten. Ik denk dat we de laatste tijd ook best wel goed bezig zijn. Ik bedoel, Groningen uit speelden we ook niet echt slecht. En Go Ahead Eagles thuis winnen we. En afgelopen zondag hebben we ook niet echt hebben we het ook wel best wel goed gedaan tegen Feyenoord. Je speelt wel tegen Feyenoord. En we hebben lang volgehouden, 1-1 en een paar kansen gecreëerd, maar ze gingen niet erin. En dan valt het aan de andere kant. Dus ik denk dat het met vertrouwen wel goed zit. Waar liggen de kansen tegen Willem II? Ja, gewoon geen tegendoelpunt te krijgen en zelf scoren, zoals elke wedstrijd. Jij bent ook voetballer. Speelt het nou een rol als je bijvoorbeeld speler van Willem II bent en je speelt ogenschijnlijk nergens meer voor? De echte druk is daar niet. Play-offs halen voor Europa zal er waarschijnlijk ook niet in zitten. Speelt dat nou een rol en vergroot dat dan de kansen als een ploeg langskomt die wel echt voor de punten vecht, moet vechten? Ja, ik denk het niet. Ik denk dat elke voetballer speelt om te winnen. En aan het einde van de rit kijken waar je staat. Maar ik denk dat elke voetballer zich elke wedstrijd wil bewijzen. Dus ze gaan altijd hun best doen. Tegen ons, zeker ook tegen ons. En ze zullen geen genade met ons hebben of medelijden. Dat vragen we ook niet, maar dat verwacht ik ook niet. Ik denk dat ze gewoon volle bak gaan en dat moeten wij ook zeker doen.